Na een afwezigheid van 2 maanden kwam Michael Breij afgelopen woensdag in een oefenwedstrijd tegen Almere City FC weer in actie voor FC Groningen. Breij lag er lang uit door ziekte. Hij kreeg een forse keelontsteking en toen ben ik naar de dokter gegaan. En toen ben ik ziek geraakt en dat heeft langer geduurd dan verwacht. Ja, we hebben het ook rustig aangedaan, want voor mij was er geen haast bij. Natuurlijk is er haast bij omdat je wil spelen. Je speelt al heel lang niet in het eerste. Ik denk dat als ik niet ziek was geweest, had ik minuten kunnen en denk ik wel gemaakt. Maar goed, het zit weer even tegen en ik hoop dat er mooiere tijden aankomen. Het klinkt heel gek, maar ik heb al heel wat tegenslagen gehad. Dus ja, voor mij is het bijna gewoon, zou je zeggen. Misschien klinkt het heel raar, maar ik heb mijn moeder als voorbeeld. Die heeft ook heel wat tegenslagen gehad en die blijft ook maar gaan. En, weet je, van familie en vrienden en van een paar teamgenoten krijg je gewoon zoveel steun dat je denkt van ja, dit is zo zonde als je dit laat gaan. Dus is het dan wel fijn dat ze jou even bellen, appen. Je weet hoe het gaat natuurlijk. Dus eigenlijk ga ik er zo mee om. Ja. FC Groningen komt met Breij tegen Almere City FC voor rust op voorsprong. Thijs Dallinga zet goed door en laat keeper Timo Plattel kansloos. In de tweede helft verdubbelt FC Groningen de voorsprong. Breij is betrokken bij het doelpunt, want hij geeft de assist op Remco Balk. Ik wou hem eigenlijk op Thijs spelen, maar die liet hem lopen en toen schoot Balkje hem erin. En het liefst schiet ik hem zelf erin, maar het is de eerste wedstrijd. Ik moet zeggen, ik kwam aardig fysiek doorheen, dus ik ben tevreden. Breij doet tijdens zijn rentree ook een paar pogingen om zelf te scoren, maar zijn naam komt na afloop niet op het scoreformulier te staan. Kijk, weet je wat het is? Je speelt tegen Almere City en oefenwedstrijdje. En ja, ik hou van scoren en speel je misschien iets te veel voor jezelf, maar ik wil me natuurlijk ook weer gelijk laten zien. Want ik wil niet hier spelen, ik wil in het stadion spelen. Mag ook wel even een beetje genieten natuurlijk. Dus niet mogen scoren vandaag. Breij speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor FC Groningen op 14 april uit tegen SC Heerenveen. Hoe ziet hij nu, ruim een half jaar later, zijn rol bij FC Groningen? Ik mocht natuurlijk verkocht worden in de zomer. Dat kwam volgens mij een week of 2 weken van tevoren kwam dat naar buiten. Dat was helaas niet gelukt door omstandigheden. Ik ben iemand die vecht voor zijn plek. Dat de trainer dan mij niet opstelt of mij niet gebruikt tijdens de wedstrijd, vind ik jammer. Ik vind Groningen een enorm mooie club. Ik denk dat Groningen ook een club voor mij is. We moeten zien wat er na de winterstop gebeurt. Is er een club waar ik heen kan graag om weer te spelen? Zal dat niet zo zijn? Zal ik nog steeds stinkend mijn best doen en aan Danny laten zien dat ik moet spelen? En dat klinkt natuurlijk super cliché, maar zo sta ik erin. Ja. Stiekem hoop ik nog op een kans hier. Maar goed, ik moet ook mijn plezier en mijn carrière wel gaan benutten. Ik ben nog jong, ik moet nu wel gaan spelen. Dus het is afwachten wat de toekomst zal gaan brengen. Het oefenduel tussen Almere City FC en FC Groningen eindigt in 2-2. Breij ziet, vlak nadat hij is gewisseld, dat Nick Venema de maker is van de 2-2.